Goedendag allemaal. Het is vandaag zondag de 20e januari 2013 en het vriest en er ligt een berg sneeuw. Het is echt winter. Het is weer, zou je kunnen zeggen, voor een goeie bord erwtensoep of een stevige stampot. En over eten gesproken, op het ogenblik is er in Duitsland weer, in Berlijn met name, is er dan weer de bekende groene wochen is aan de gang. Dat is een week vol met demonstraties van meer dan 60 landen die in een grote hallen, in de messenhallen in Berlijn, laten zien wat ze allemaal produceren op agrarisch gebied, op voedselproductie en voedselverwerking en alles wat daarbij komt kijken. Het is een enorm evenement en dat trekt ieder jaar weer duizenden bezoekers en men verwacht ook dit jaar weer bijna 500.000, tussen de 450.000 en de 500.000 bezoekers die dan over het algemeen allemaal uit Duitsland komen en met name natuurlijk uit Berlijn. Want kijk, het is een consumentenbeurs en het is eigenlijk een beurs die bedoeld is om de wereld te laten zien wat de landen allemaal kunnen presteren en aan kunnen bieden en met name gericht natuurlijk op afzet en verwerking. En ook op export. Nederland doet ook mee. Nederland heeft in jaren een hele belangrijke functie. Het is het zogenaamde partnerland. Dat wil zeggen dat we nauw samenwerken. Dat we uitgekozen zijn om samen met Duitsland, laten we zeggen, de toon te voeren op die groene wochen. Je moet er wel eens geweest zijn om te weten wat dat betekent. Het is inderdaad een machtig evenement. En ja, je ziet er van alles. En als je van eten houdt, dan loopt het daadwerkelijk in het superlui lekker land van de wereld. Van alles en nog wat is er te krijgen. Ja, te krijgen, dat is een grote vraag, want al die consumenten die komen, die moeten het allemaal wel kopen. Natuurlijk kunnen links en rechts wat proeven, dat spreekt vanzelf, dat houden ze er wel in. Maar het feit is toch dat al die mensen binnenkomen met lege tassen. En als ze dan weer naar buiten gaan, dan zijn die tassen veelal gevuld met van alles en nog wat. Want als je 60 landen bij elkaar zet, die allemaal laten zien wat ze voor eten kunnen produceren, dan weet je eigenlijk niet waar je eerst moet kiezen. Dan komt echt in een soort lekker land waar je zou kunnen verhongeren omdat je geen keuze kunt maken. Ja, Nederland is natuurlijk een belangrijk land dat meedoet, want ja, wij zijn natuurlijk een ontzettend, wij exporteren een enorme hoeveelheid landbouwproducten, meer dan 75 miljard euro exporteren wij en daar gaat ongeveer 26% van naar Duitsland. Dus je kunt wel begrijpen dat wij daar niet willen ontbreken. En dat doen we nog nooit, want we zijn er elk jaar en flink uitgepakt met een enorm paviljoen waar we laten zien dat Nederland staat op de kaart. Ja, en dit jaar ook weer natuurlijk. En dan hebben we Sjanneke Dijksma, die gaat ook mee. Die is voor de eerste keer erbij en dat kwebbelkousje, ja, ik mag ze eigenlijk wel, want het is zo'n echte kwebbelkous. En die hoorde dan allerlei wijsheden verkondigen over de landbouw en dat ze de landbouw mooi vindt en leuk vindt en goed vindt en van alles en nog wat. Dan denk je, ja mens, waar haalde jij die wijsheid nou toch vandaan? Want ja, 3 weken geleden had er nog niet aan gedocht aan die landbouw en wie weet waar je toen mee bezig was. Ja, maar plotseling zijn ze dan gevraagd voor zo'n functie en ze treft het, want ze mocht naar de groene wochen. Ja. En wat mocht ze nog meer? Ze mocht samen met Angela Merkel, hè, toch de belangrijkste vrouw van de wereld wordt dat gezegd, mocht ze de beurs openen. En mocht ze daarmee over de beurs lopen en mocht ze mee, nam ze Angela Merkel mee naar de Nederlandse stand. En dat is het mooiste plaatje van de wereld natuurlijk, dat we ieder jaar opnieuw zien, dat we vrouw Antje, die al heel veel jaren zeg maar de toon voert als het gaat op het gebied van de Nederlandse promotie, een vrouwke met een mutsje op, zo'n Hollands mutsje, met zo'n leuk swingend jurkje en natuurlijk met klompen, die dan de Nederlandse kaas, de kers en andere dingen promoot. En Sharon Dijksma, die was dan samen met Angela Merkel. En jongen, ze genoot zichtbaar en we gunnen het er van harte. Maar zij niet alleen nog natuurlijk, want jongen, als je dat ziet ieder jaar, hoeveel mensen, hoeveel overheidsdienaars en diplomaten en politici naar Berlijn afreizen, want die eerste dag, of die eerste 2 dagen van de groene wochen, dat is het een soort netwerk, evenement van allerlei politici en bestuurders en noem maar op, die elkaar daar spreken en allerlei dingen regelen die je anders alleen onder wat moeilijkere omstandigheden geregeld krijgt.
Dus in dat opzicht dient het ook nog eens een keer als een sociale meeting point van hoogwaardigheidsbekleders en van beslissers. En dat mag wat kosten, want ze gaan er allemaal naartoe en ze moeten echt niet denken dat ze in een goedkoop pensionnetje gaan zitten, want dat is natuurlijk de eer te na. Ze zitten allemaal in prima hotels en ze hebben de hele dag zijn ze zogenaamd druk. Ze lopen links en rechts, ze praten hier en daar en dan hebben ze natuurlijk de afterparty, zoals je dat in de après-ski hebt, het hier après-grunewochen. En rekent erop dat er heel wat wordt gefeest en gevierd. En dan allemaal onder het mom van een dienstreis. Ja, het mag, het geeft allemaal niks, maar je moet wel even deur natuurlijk heel die mist van officiële, van die officiële saus heen kijken. Dat je denkt, ja, ze doen het natuurlijk ook met veel plezier. En waarom ook niet, hè? Dat hoort er allemaal bij. Maar ja, dan moeten we nagaan wat wij allemaal naar zo'n land exporteren. He, voor 26 miljard euro kunt u eigenlijk voorstellen wat dat is. Nou, Duitsland, ja, Duitsland zelf van de andere kant, die brengt natuurlijk ook weer spullen naar onze kant toe. Dat spreekt vanzelf, want ja, het is een handel over en neer. He, dus ja, maar wij voeren veel meer uit daar naartoe dan zij bij ons invoeren. Ja, en dan vraag je je natuurlijk af, wat betekenen die cijfers nou eigenlijk? Want als wij zeggen, ja, de agrarische wereld, de agrarische export bedroeg het afgelopen jaar 75 miljard euro. Ja, dan denk ik dat is een hoop geld en dat kan ik me niet voorstellen. Wij kunnen ons nauwelijks voorstellen wat een miljard is. We kunnen ons een miljoen. Ja, ik heb ze nooit bij elkaar gezien. Maar dat kun je dan proberen je eigen nog voor te stellen. Maar 75 miljard, dan moet je van goede huizen komen, wil je dat eigenlijk een beeld kunnen geven. De vraag is dan natuurlijk, wat hebben wij er nou aan verdiend? Want ja, 75 miljard is een getal, dat hebben we verkocht. Maar wat heeft het dan gekost? Ja, en dat weet ik eigenlijk niet of dat nou ook bij staat. Want daar gaat het natuurlijk toch wel om, hè. Kijk, en dat we allemaal wel wezen, de landbouw wordt nog alles onderschat. En nog wel eens bedacht, ja, wat betekent dat nog in Nederland? Maar ja, we zijn wel als landbouw de derde grootste exporteur. En nou is het goed, te bedenken, want je kunt het vergelijken met een huishouden. Als wij iets verkopen aan het buitenland, dan krijgen we daar geld voor. En dat geld komt binnen. En dat is heel wat anders dan wanneer ik dat verkoop in eigen land. Want dan blijft dat geld allemaal in hetzelfde kringetje draaien. Maar gaan we natuurlijk exporteren, dan komt er geld Nederland in. Nou, en dat is natuurlijk altijd goed. Daar kunnen we altijd ons voordeel mee doen. Dus die landbouw die mag wat dat betreft nog best wel een hele tijd blijven exporteren. En dat moet toch wel. Want we kunnen wij je voorstellen, als de export weg zou vallen, ja, dan was het gedaan natuurlijk met al die grote bedrijven en al die grote producties die we nu hebben. En waar we nu zo trots op zijn dat we dat allemaal kunnen regelen. Want ja, zonder export, dan zouden we binnen de kortste keren, zou de Nederlandse landbouw natuurlijk in elkaar zakken. Maar niet alleen de Nederlandse landbouw natuurlijk, maar een heleboel meer dingen. Dus we moeten zo door blijven gaan en laten zien wat we kunnen. En dat kunnen we op die groene woche, kunnen we dat uitstekend. Die groene woche, dat is wat dat betreft, ja, toch in het begin van het jaar een prachtige etalage. Waar Nederland, niet alleen Nederland, maar al die andere landen, ja, zeggen, kijk eens, dat hebben wij. Proef het maar eens. En dan die Duitsers zelf, die laten zich natuurlijk ook niet onbetuigd. Die zou zeggen, ja, maar al die Duitse deelstaten, die landen, die bepaalde provincies, die hebben allemaal zo'n beetje hun eigen stand. En daar, als je daar komt, dan zie je ook weer al die mensen in klederdracht, want daar zijn die Duitsers gek op. Hè? Dat ze allemaal ja, in de speciale kleding van dat gedeelte van Duitsland zich laten zien. En daar kun je proeven en eten. En ja, alleen al de geuren die je links en rechts mogen langs loopt, je zou constant willen blijven eten. Maar dat kun je natuurlijk niet doen, want dan ben je doodziek als je s'avonds weggaat. Het duurt een hele week. Ja, mocht je er nog naartoe willen gaan, je bent er zo in Berlijn. En dan moet je dan maar eens gaan kijken. Ja, en in Nederland die is natuurlijk ook goed vertegenwoordigd. Die had altijd een buitengewoon mooi paviljoen. Waar je, als je moe was van al het rondlopen en je kon een klein beetje de weg weten, dat je in dat Nederlandse paviljoen buitengewoon goed kon uitrusten. Mee een drankje, mee een hapje, mee een praatje. En het ontmoeten van de mensen die zichzelf van belang achten. En daar konden we dan natuurlijk een gesprekje mee houden en dan konden we weer wat geregeld krijgen. Dus de groene woche, het is vandaag zondag, dus eigenlijk
is de top er alweer al af, want het is vrijdagavond is dat geopend. Ja, en dan is het nu de hoogwaardigheidsbekleders en alles wat daarmee te maken is, die zijn alweer naar huis. Die hebben er zaken bepraat, maar het duurt nog een hele week en we zijn nog een hele week aanwezig. Met bloemen, met vlees, met kaas en noem maar op en noem maar op. En vrouw Antje, ja dat vrouw Antje, waarvan ze lange tijd hebben gezegd, ja dat mens dat moet maar eens weg. Want ja, dat is toch zo oudbollig, dat is toch zo Nederlands, zo'n vrouw met zo'n klederdracht, mutsje op, waar je eigenlijk niet van weet, waar komt het vandaan. Ja, ze blijft actief en ze blijft steeds maar jong. En hoe komt dat? Omdat degene die vrouw Antje vertegenwoordigt, een of andere leuke vlotte dame, die wordt toch geregeld ook wel weer gewisseld, zodat er natuurlijk jong bloed blijft, een ander gezicht komt, een ander figuur komt en altijd bijna weer keuze terugvinden bij de opening op de Kurfürstendam. En dan Dichelstein ook nog bij de Brandenburger Tor. Echt van die eikpunten in Berlijn die iedereen kent. En ja, daar staat ze dan weer helemaal zichzelf te verkopen. Ja, prachtig is dat toch, hè? En we moeten er niet vergeten dat we daar toch nog veel geld in investeren. En dat we dat moeten blijven doen. Want kijk, die promotie van onze producten. Vroeger had je het Nederlands Zuivelbureau. Ik weet niet of nog veel mensen weten wat dat was. Dat was een organisatie die alle Nederlandse zuivelfabrieken vertegenwoordigde, min of meer. Die reclame maakte voor melk, voor kaas, voor boter enzovoort. En dat besteden dan, die melkfabrieken, die zuivelfabrieken, besteden dat uit aan het Nederlands Zuivelbureau. Maar ja, die zuivelfabrieken die werden steeds groter, die gingen fuseren en die werden, ja, dan bleven er maar een paar meer over. We hebben maar een paar partijen meer in Nederland. Ja, en die zeiden bij zichzelf, ja, we gaan natuurlijk niet zo'n heel bureau in stand houden. Dat kunnen we zelf ook. En nou doen ze het ook zelf. Ik weet niet of je die prachtige reclames gezien hebt van Friesland Campina. Hè, met die sfeervolle plaatjes van die mensen met die koeien, van die boer die dan in het maanlicht min of meer in de wei zijn koeien aanbidt. Ja, het is aandoenlijk. Hè. In de werkelijkheid is het natuurlijk niet zo, maar oké, het doet het goed voor de buitenwereld. Ja, en zo proberen we maar het leven in stand te houden. Kijk, wij werden van de week aangenaam, onaangenaam verrast. Want kijk, je kent het wel, de blauwe brief. Ik kwam binnen, ik zag hem openmaken. Ja, ik heb hem natuurlijk opengemaakt, want als je dat niet doet, dan krijg je de problemen. Nou, we sloegen wit weg rond onze neus. We zijn nou een klein beetje van bekomen, maar als we daar nou kijken, voelen we ons nog steeds niet lekker. En dan denken we, ja, dat is onze bijdrage aan de Nederlandse economie. Wij hoeven niet naar de groene wolken met onze spullen. Dit is onze groene wolken. Wat denkt u? Nederlandse staat, alle mensen, ja, ik geniet er ook van, maar wij dragen er ook flink aan bij. En dan kunnen we zeggen, ja, leuk, als je er aan bij kunt dragen, dan heb je natuurlijk ook wel wat te besteden. Ja, dat klopt wel, maar we hebben het er al eens eerder over gehad. Als je helemaal niks uitgeeft in deze tijd, dan worden gewoon door de staat armer en armer gemaakt. Ja, het is niet anders, maar laten we nou maar gelukkig zijn. Het is vandaag nog flink, we verwachten sneeuw en je kunt maar beter lekker thuis blijven bij de kachel. En kook je lekker potje ertessoep. En dat zal smaken. En denk dan maar dat leven nog niet zo gek is. Mannen en vrouwen, zou zeggen, oud doen. En tot volgende week.